Ja jongens, voor één keer zijn we met de trein hierheen gegaan. We zijn daar achter bij het station uitgestapt. Hier is de verlaten flatgebouw. En als het goed is moeten we deze weg naar boven lopen om bij het bos te komen. Wow. Maar voordat we helemaal naar boven gaan, naar ruim 103 meter hoogte, waarschijnlijk nog hoger, willen we eventjes hierachter gaan kijken. Want daar moet ergens een soort van verlaten dingetje zijn. Ik weet niet of je iets verder erop moet of gelijk deze. Waarschijnlijk gelijk deze, want hier loopt een padje. En we zullen eens kijken wat we tegenkomen. Want ik heb al meerdere filmpjes gezien op internet dat hier verlaten dingetjes moeten staan. En dan willen we dat eens eventjes met eigen ogen gaan kijken of dat zo is. En vooral of dat ze er nog staan. Jongens, kijk eens naar deze mega reuze berenklauwen. Wauw. Die zijn groot. En je ziet het al, er is een heel berenklauwbos hier. Uit van die mega dikke stengels. Wow. Oh, dat waren de brandnetels. Kijk eens even. Ja, ze hebben gelijk gehad. Het staat er nog. Kijk eens. Hier heb je het verlaten flatgebouw. En daar heb je die verlaten dingetjes. Maar nu is de vraag. Kan je erbij komen? Even kijken. Wat staat daar? Oh jee, dat lijkt zo'n gebouw uit de jaren 60. Daarboven staat wel graffiti. Ja, een hele ouderwetse kachel, of wat is het? Een radiator bedoel ik. Oh jee. Oké, we gaan eens eventjes kijken of dat... Kijk eens naar die berenklauwen. Ze staan allemaal netjes op een rij. Wow, het is een hele gevaarlijke plant. Er loopt wel een padje. Maar je ziet het al. Het is zomer en het is dichtgegroeid. Ik hoop niet dat ze die met de hand omgeknakt hebben. Want dan hebben ze een probleem als de zon gaat schijnen. Ja, je ziet het al hoe hoog het hier staat. Kijk hoor, of we erbij kunnen komen. Daarom zijn we ook met de trein gekomen voor één keer. Want wij willen hier niet de auto in de buurt zetten. Dat valt te veel op. En hoe was de treinreis? Er was met één woord gezegd geen flikker aan. Oh. Er staat een hekketje. Wij willen daarheen. Jongens, kijk eens naar dat gebouw, hoe dat erbij staat. Eventjes kijken. Even het hek volgen. Er zal best wel ergens een ingang zijn. Nou hoop ik niet dat ze dit helemaal rondom zo gedaan hebben. Dat het helemaal gesloten is. Want dan raad je het al, dan kunnen we er niet bij komen. Ik neem aan dat zo'n pand wel afgesloten is. Maar ik heb al meerdere filmpjes op internet gezien dat ze er gewoon in zijn. In dat gebouw. Dus waarschijnlijk moet er wel ergens gewoon een opening zijn. Daar is het. Oké, jongens, we gaan nog eventjes verder lopen. Wow, er zit wel graffiti. Dat heb ik al wel gezien. Wat is dit? Hey, dat is vreemd. Even kijken hoor. Hey jongens, graffiti. Kijk eens even. Daar staat de tekst. Waarschijnlijk is het nog redelijk nieuw.
eventjes inspecteren. Oké, jongens. Waarom ligt het hier? Het is een soort van doek of zoiets. Helemaal aangetast. Jongens, hier staat een soort van huisje achter. Maar je ziet dat het is helemaal overgroeid. We gaan eventjes kijken wat het is. Waarschijnlijk zit het rondom helemaal dicht. Dan kunnen we er niet bij komen. Eventjes kijken, jongens, wat is dit? Kijk eens hoe overgroeid dat is. En er staat wel wat. Heel gaaf. Nee, jongens. Ik denk dat we er niet bij kunnen komen, want je ziet het heel duidelijk. Dit is helemaal dicht. Ik denk voordat we naar het bos gaan, gaan we nog even bij dat verlaten gebouw filmen. Ja. Oké, ik zal het dan maar in de boom hangen. Als dat lukken wil. Even kijken. Nee, het valt naar beneden. Met één hand lukt dat niet. Wacht even, jongens. Daar loopt het wel naar beneden, zie je dat? En dat is dichtgetimmerd. Daar bovenaan. Er zit een hek voor. Dus waarschijnlijk kun je ook op het dak komen. Jongens, we hebben de ingang gevonden. Zie je dat? Daar zou je naar binnen kunnen gaan. Maar je ziet het al, we doen het niet omdat er helemaal een hek omheen staat. Dus dat is wel jammer. Maar dit is het verlaten flatgebouw.